Shelly! Je bent de parel in! Van de hemel! Zat je pas hard? Jongens, welkom bij een gloednieuwe vlog. Hopelijk voel je God. Hopelijk heb je weer positief op mij te lopen. Ga je voor je dromen? Ja. Vandaag een gloednieuwe vlog. Vandaag zijn we helemaal in Utrecht. En vandaag, nogmaals, ga ik iemand nieuws introduceren in een vlog. Kom even dichterbij. Daar loopt ze. Iemand nieuw. Hallo. Lau, stel je even voor aan mijn kijkers. Ik ben Lauren. Ik heb ook een YouTube kanaal. Hieronder in de beschrijving. Zelfpromotie. Gelijk, hè? Ze is niet eens gelijk zeggen van wat doe je. Nee, abonneren nu. Abonneer op mijn kanaal. En wat gaan we doen vandaag? Vandaag gaan we iets leuks doen, maar daar gaan we dadelijk wat meer over vertellen. We gaan even bijhouden met de gasten, want we moeten deze stoep eigenlijk wegbrengen. We gaan vandaag wel een leuke opnamedag doen, jongens. Dus leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En vandaag zijn we in het gezelschap van twee fantastische cameramannen. Want ik zal je vertellen, als ik opnames heb, ben ik meestal geneigd zelf alles te regelen. Vandaag, die twee gasten die je daar ziet, dat zal ik dadelijk ook even introduceren. Maar die hun gaan vandaag ons helemaal helpen, jongen. Oh, wat voelt dat goed? Hoi. Hoi. Nogmaals jongens, ik zei net dat er twee cameramannen hebben, dat zijn deze gasten. Nee, ik doe de regie, dat is iets heel anders. Oh, oké, nou goed, maar stel even voor. Hey, ik ben Nick en ik ga vandaag de baas spelen en dit is Kar. Ja, ik ben Kar en ik ga vandaag... Wat een bebe. Even filmen. Maar nogmaals jongens, ik ben blij dat deze... Ja, nogmaals Laura. Ik ben een opperbaas. Laura, je wilt even subs pakken, man. Je bent nog geen 10 minuten bij mij gevraagd om subs. We gaan even dit opbergen en daarna gaan we naar buiten en dan gaan we opnemen wat logisch is. Ja, vloggen live, doei. Ja, man. Zee, ik ben blij dat je er bent, man. Dat ben ik, altijd. Goed zo. Dit is de eerste keer, jongens, dat ik gewoon zie dat je gewoon hier dingen kan opbergen. Ik bedoel, misschien hebben jullie thuis al gedaan, als jullie op reis gingen. Van mij is dit eerste keer serieus dat ik gewoon dingen kan opbergen. Dat ik denk van, oh shit, Almi, je loopt gewoon echt achter me op bepaalde dingen. Oké, squad going up! Jongens, waarom zijn we er alweer in Israël? Wij winnen altijd, jongens. Wij zijn positief, wij gaan voor onze dromen. Daarom zijn we er alweer in. Altijd als je zeg maar, op een plek bent waar je aan het vloggen bent, dan gaan mensen altijd zeggen van, oh, dat is weer een vlog. Maar ik probeer juist anders te zijn dan elk andere vlog. En dat is door positiviteit, motivatie en natuurlijk ook een beetje humor te brengen. Oh, shit. Huh? Jongens, ik denk dat ik een nieuw kerstcadeautje Ik denk dat ik een nieuw kerstcadeautje ga vragen aan mijn moeder dadelijk. Is deze camera, man. Shit, oh fuck. Hoi meneer. Hoi, vloggen. Vloggen openbaar is echt iets wat je moet meemaken, want dat is echt lijp. Dat is echt zo van, oh shit, mensen kijken naar je en denken van, is weer zo'n vlogger in Nederland. Dus we gaan nu naar de uitgang, we gaan even de intro filmen. Maar Cedric is zeg maar deze camera, dus hij filmt zeg maar de behind the scenes. En dat zien jullie allemaal op dit kanaal. Daar heb ik twee kanaals natuurlijk, YouTube monies. Maar hoe dan ook, we gaan. Kijk, uitchecken, dat doen we niet aan. Hollands patatje. Je gaat maar één kant op, je gaat twee keer uit. Ja, ik snap het niet. Als iedereen op het plan is. Ja, maar dan ben je meelopen, dan heet je meelopen. Ja, ik moet even meer met iemand anders. Lauw, maar hij noemt ons Hollanders. Ja, Nederlanders dan. Oh, je bent in Nederland. Dit is het mooiste land van Europa. Lauw naar het buurt. Nu jongens, zij gaat de intro zeg maar doen en dan gaat ze alles uitleggen. En daarna kom ik in beeld. Doe maar even aan de linkerkant een stukje af. Utrecht Centraal. Lauren. Nog een beetje. Regisseur, cameraman, Cedric. Hollands patatje. Even dat jullie het weten, nog voor de duidelijkheid. Maar nu ga ik mijn mond houden. Het mag geen dag ontbreken dat je de lab doet. En voor degenen die mijn kanaal altijd volgen, die weten wat de lab is. Ga met me achter. Jij bent er nog niet, Alwin. Nee, ik weet het, maar sorry meneer de regisseur. Kijk, hard zijn. Ja. Beetje heen doen. En dan een beetje op, een beetje tussen. Ja, bijvoorbeeld hè. Oké. Okay. Alwin, let op dat je niet richting de stap naar voren doet, want dan is het niet meer scherp. Zo? Ja. Zo niet net, maar dan moet ik dan al. Oh, dat is niet meer scherp. Oké. I got it van mijn tijd. Oké. Nou, we zijn vandaag, ik moet twee camera's kijken, we zijn vandaag in Utrecht. En we doen het niet alleen, dat ben ik vandaag, want er is een prachtige beauty achter die camera. En we gaan vandaag de pijnlijke stilte clash doen. Ik heb een heel leuke tactiek daarvoor. Ik weet niet wat Lauw voor tactiek heeft, dus dat gaan we dadelijk eventjes afwachten. Maar voor nu, ik ga winnen.
We hebben net even pauze genomen. Hoe kan je nou beter een pauze nemen om even een lekker patatje te nemen? En wij dachten dus met z'n tweeën dat het eigenlijk Nederlands patat was. Maar dit is gewoon lekkere, verse, Vlaamse friet. Nou, als dat geen lekkere binnenkomer is, dan weet ik het ook niet meer. Etelijk, godverdomme. Smakelijk eten is het, hè? Ja, want maar Nederlands is echt helemaal anders. Ben je nog bij een toevoegen, Cedric? Nee. Volg je Cedric nog niet? Check me ook even de beschrijving, want daar staat zijn Instagram. Dan kan je allemaal foto's zien van ons. Volgens mij hebben we geen foto's staan, maar goed, dat maken die nog wel. Volg die gast, heel harde gast. Hij helpt me ook met het filmen. Dus het enige wat je kan doen is even volgen op Instagram. Nogmaals, in de beschrijving. Yo! Kijk hem genieten. Kijk hem genieten. Patatje. Lekker, dat kan altijd in een vrijdag. Als het enig is, jongens, wat lekker is, is toch wel een lekker patatje. Hollands patatje. Nee, Vlaams. In Holland. Patatje. Ondertussen nog even mijn lippen balsem op, maar Lauren, vertel eens aan mijn kijkers hoe het zo gaat. Kut, Owen is aan het winnen. Hollands patatje. Nou, wat doe ik? 6 seconden verschil, hè? 6 seconden, nee, jongens. En dan zou je denken, oh, 6 seconden is toch wel in te halen. Maar ja, doe maar zelf, jongens. Ga maar eens met je ouders dit doen. Sowieso ja. Is het al super awkward. Leg het even uit. Ja. Ik zal even kijken. Want je wilt eigenlijk wat zeggen, dat is het voornaamste. Je wilt eigenlijk wat zeggen om het gesprek rollend te houden, want anders lopen ze weg. Maar je mag niks zeggen en dan denk je, ja, wat zou ik nou doen? Ja. Maar ik denk echt wel dat dit lukt. Mag je de weg vragen, werkt altijd. Ja. Mensen reageren. Ja. En zelfs Engels, hè? Ik zeg gewoon, meneer, weet je wat station is? Oh, station. En dan legt het in Engels uit. Dat hoorde jullie toch? Ja. Ik zeg, oh shit. We houden even een korte pauze, jongens. Want je moet één ding weten als je opneemt, dat je gewoon een hele city marathon doet. Ja, daar hebben we dit van. SO naar Cars. SO naar Cars. Nee, ook naar jou. Beide. Moet je kijken wat hij bedient, jongens. Even. Jezus. Ik moet dat bedienen. Nou ja, Cedric bedient het nu, maar goed. Hollands patatje. Zelfs daar heb je mensen voor. Ik zal je vertellen dat ik blij ben dat ik even klaar ben met opnemen. Eigenlijk niet, want ik kan dit gewoon dag en nacht blijven doen. Maar jongens, elke keer als ik gewoon... We zitten gewoon lekker op het terras. En elke keer als ik hier recht doorkijk, zie ik gewoon... Die is prachtig. Hé, dan moet je nagaan, jongens. Dan moet je nagaan. Dan moet je mij even filmen, alsjeblieft. Ja. Maar dan moet je nagaan dat jij iemand heel... Iemand goed kent, die vind je heel mooi, hè? Maar ik heb dat gewoon met deze camera, man. Dit is echt gewoon camera liefhebben. En voor weet je voor dat noemen? Gearporn. Gearporn, juist. Dat is een goed woord, gearporn. Ja, hashtag hierzo. Juist. Ja, nogmaals, dit is lijp, man. We hebben net alles afgesloten. Het was een leuke opnaamdag. Ik heb veel geleerd, ook dankzij hem. Ook dankzij Lauren, ook dankzij Cedric. Gewoon hoe je misschien zeg maar, meer zakelijk kan zijn en hoe je zeg maar, meer gestructureerd kan werken. Dus nogmaals, ik leer ook steeds dingen bij, jongens. Dus dat is ook mijn boodschap naar jullie toe. Probeer altijd kritiek of tips altijd te aanvaarden, want het maakt je een beter mens. Instagram levelt me natuurlijk ook omhoog, want ja, ik heb iemand bekend op Instagram. Lauren, trouwens, even serieus. Jouw haar is paars, of lijkt het me gewoon zo? Nee, dit zijn die lichten. Ik dacht ook al dat ik wat had gemorst op mijn shirt. Oh. All in, ik heb speciaal een liedje voor jou geschreven op mijn blogflyer. Ik zit hier trouwens, hè. En ik ga hem nu voor spelen. Ik ken wel mijn oh, Alwin, je bent de parel in mijn mossel, mijn rode draad in het goud, mijn lichtstraaltje in mijn zwarte ziel, de sterkste punt uit mijn achilleshiel. Oh, Alwin, I love you so much. We kunnen ook een duet doen. Mocht je denken dat ik niet alleen leraar ben, zij is ook wel het rijtje toegevoegd. Oh, je hebt een live van mij. Dan gaan we even een duetje doen. Kom maar. Hollands patatje. Ja, Cedric, het is een heel gekke boel aan je allemaal. We zijn tenslotte wel op een filmfestival en daar wil natuurlijk wel iedereen muziek hebben. Ja? Oh. Oh mijn god. Ja, hier. Jezus. Oké, maar moet je even één keer raken. Die is wel gebruikt. Ja. Oh, die is wel lekker stevig. Ja. Door mij ook, hè? Door mij. Oh, wacht, je bent aan het filmen. Laten we even. Hoi. De regisseur komt uit de kast. Oh, die mensen kijken allemaal mee door het glas. Oké. Luister jongens, ik zal je één ding vertellen. Dat blijft echt strikt onder ons. Dus de mensen die dit kijken weten dat alleen de rest niet. Als ik een meisje was, was ik een grote hoer. Dan zou ik dit alleen maar likken.
weet niet of dit erin gaat zitten, maar ja, waarschijnlijk wel. Alwin kennende. Nou, je moet oordelen of het goed is, ja, met het. Ja, oké, okay, je gaat niet meer. Oh, Shelly! Je bent de parel in! Van de hemel! De zo, die was hard! Jezus! Ik heb hem kapot gemaakt! Droom in het goud! Het is al gelijk een micro! Mijn licht gaat in, mijn zwarte ziel! Mijn sterkste punt aan mijn Achilleshiel! Waar haal jij dit nummer vandaan? Sorry, maar dat was het. Waarom hou ik zo even van mijn leven? Gewoon even stoppen. Wat ja, het is misschien een beetje... Hier. We kunnen dit ook in de Mackie gaan doen. We zitten nu... Misschien kan je het al zien aan de achtergrond in McDonald's. En er zijn twee gasten bijgekomen. En die gast die heette Grappies. Maar jullie moeten toch even uitleggen waarom jullie Grappies heten. Ja, maar wij zijn Amsterdam. Oh, jullie komen Amsterdam? Ja, oké, okay, jongens. Hey, hoi. Hey. Gang gang, Amsterdam gang. Stel even voor jongens, wat doen jullie? Dit buiten is zo klein. Zo. Laat ik beginnen. Mijn naam is Nick en ik doe samen met Max Grappies. Oh, wacht even hoor. Het YouTube kanaal Grappies. Wij maken challenges, leuke vlogs, moeilijk lens kijken. En ja, we zijn niet gewend aan vloggen, dus... Maakt niet uit, dat leren we gewoon boys. Ja. Dus heb je even zin om wat grappies te checken? Check even de link in de beschrijving. Check first volgende week, want wij zijn in de uitzending. Heb je wel eens een man gezoend? Nee. Het is zo fucking... Oh. Is mijn vlog geraakt? Ik moet een beetje stil praten. Want het is natuurlijk een vlog. Maar ja, hij loopt steeds rondjes. Hij is gewoon een verslag te maken. Ik moet nog even een boekverslag maken. Dat is mijn boekverslag maken. Altijd op tijd. Het is net voor zijn dood. Jongens, mee in Nederland kan het niet worden. Nederlandse vlaggen. Mooie kerk en natuurlijk de grachtjes. Maar eigenlijk is Utrecht echt wel een mooie stad om hier te zijn. Hollands patatje. Ik bedoel, ik ben er maar een paar keer geweest. Dus YouTube gathering, een paar andere evenementen. Maar als je gewoon in het centrum staat, joh, eerlijk, dit is een mooie stad man. Kijk dan. Oh shit bro. Kijk, ik ben natuurlijk al de langste, maar ik wil gewoon even nog hoger staan. Moet je kijken okay. Jongens. Oh, wow, what the fuck. We lopen. Kom maar. Hey, mijn naam is Lauren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Lukt het Lauw, de serie waarin ik de meest awkward, gênante en lijpe uitdaging aanga. En ik ben vandaag niet alleen. Ik heb natuurlijk weer een YouTuber meegenomen. En het is er niet eentje, het zijn er namelijk twee vandaag. Probeer maar gewoon een pakje. Moet je een suggestie hebben? Dit gaat fout. Ja. Hey, ik ben Lauw, goed dat je kijkt naar een nieuwe video. Mensen hebben echt geen respect. Vandaag is de tijd voor de meest cringe video op mijn kanaal. Wat was de audio cue? Ja? Dag meneer. Wat vindt u ervan? Vindt u het goed? Vindt u het fantastisch, het uitzicht? Nee, dat klopt. En wij horen erbij. Nee, wij horen eigenlijk niet bij. We proberen erbij te horen, maar ze skippen ons. Oké, dan gaan we allemaal stil. Nee, even stil. Dit is gewoon eigenlijk helemaal geen... Ja, wat een toppen meneer. Mag ik even een high five? Kost niks. Hollands patatje. Leuk is dat ik niet... Oh, perfect. Oh, man, je bent hard man, ik mag je. Hele team, hoppa, goed zo. Oké. Ik kom langs in een flits, man, ik weet je deze stif, maar ik heb het gefixt. Ik kom langs in een flits. Ik kom langs in een flits. Ik kom langs in een flits, man, het leven gaat snel, misschien word ik geflitst. Ik kom langs in een flits. Ik kom langs in een flits. Ik kwam langs in een flits. Nu wil je mee naar de VIP.